Goed, ja? Jong. Goed. Voilà, dus je moet er gewoon durven laten gaan. Ja. Dus. Hij gaat goed grijzen, pas op. Ik heb de allereerste editie dat de kuil was, heb ik nog hier meegereden. En? Ja, dat was... Dat was... Neer aan de potterijen, de uitslag. Ah ja, ja, een redelijke goeie. Ik denk een vijfde of zo. Ik was toen 38 jaar. Dat is goed. Kun jij geloven? Ik ben altijd groot supporter van hem geweest. Mooi, mooi. Dat zeg je tegen iedereen. Nee. Echt waar. Echt waar. Hè. Die sfeer hier, Erwin, beschrijft alles, want ja, dat is ook fenomenaal. Ja, inderdaad. Het is een natuurlijk amfitheater, zeker bij de start. Dat is gewoon ongelooflijk, dat is kippenvel. Ja, opvallend die beslissing van Mathieu van der Poel om hier niet aan de start te komen. Blijft op stage, begrijp je dat? Ja, dat is een eigen initiatief dat ze nemen. Als ze dat beter voelen, ja, dan moeten zij gewoon dat principe volgen. Maar laat ons niet hopen, dus het gaat zeker een boeiende wedstrijd zijn. De focus van Mathieu ligt niet meer alleen in de cross. Hè. Hij heeft ondertussen ook al bewezen dat hij op de weg en in een mountainbike zijn mannetje kan staan. Dus hij heeft beslist om bij zijn ploegmaats, vooral zijn nieuwe ploegmaats, op stage te blijven in Spanje. Dus we gaan dat, we respecteren uiteraard die beslissing. Maar het geeft wel mooie kansen voor andere renners. Wie verwacht hij hier vooraan? Wie gaat het volgens jou worden? Ja, het is zo'n beetje koffiedik kijken. Hè. Kijken hoe goed gaat Laurens zijn, hoe goed gaat Iserbit zijn, dus hoe goed gaat Quintens zijn. Dus er zijn kandidaten genoeg. Pidcock, alhoewel op dit parcours verwacht ik eerder Laurens Zweking. Voor mij is hij de grote favoriet zondag. Mm-hmm. Ja, wie zijn de outsiders dan? Wie zijn de mannen die we misschien niet zo onmiddellijk verwachten, maar die toch zullen staan? Je hebt er 5-6 grote favorieten, hè. Toon Aerts is nog niet vernoemd. Goed nieuws ook van Wout van Aert, die komt terug in Loenhout 27 december. Dat moet jou ook plezier doen, Roland. Ja, absoluut. We missen Wout en hij is zeker een van de toonaangevers van het veldritje gebeuren. Dus hij moet erbij zijn en laat ons hopen dat alles goed verloopt en dat een heel goed herstel gekregen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij wel gaat terugkomen op zijn oude niveau, maar of dat direct in Loenhout gaat zijn, dat is maar de vraag. Oké, wie wint hier deze prachtige cross in Zonhoven? Ja, ik denk dat we allebei dezelfde gaan pakken. Ik denk Laurens. Ja, ik ook. Hè. Hij heeft het al voorgezegd. Dus Laurens, daar zetten we ons geld op in.